Hartgoed. Ja. De bedoeling is dat we vandaag laten zien een werkwijze zoals die 100 of langer geleden heel gebruikelijk was. Toen was een landgoed zoals Keukenhof, dat was een van de taken daarvan was houtproductie, hakhout. En dat hakhout dat werd hier in de houtvijver hier achter ons te wateren gelegd, zodat het daarna heel goed bruikbaar is voor bouw en voor allerlei andere werkzaamheden. Dat hebben we 2 jaar geleden hebben we dat weer in gang gezet hier. En vandaag gaan we met paarden, zoals dat vroeger ook ging, dat hout afvoeren. Maar dat is lang niet gedaan? Dat is heel lang niet gedaan. Ik denk wel meer dan 100 jaar niet. Nee. En toen hebben jullie de vijver uitgediept, daar is mee begonnen? Ja, 2 jaar geleden hebben we de vijver schoongemaakt. Die zat helemaal vol met riet en met van alles en nog wat. Hebben we hem leeggemaakt. Toen hadden we op dat moment een hoop essenstammen die geveld waren, zieke bomen. Die hebben we daar meer dan een jaar in het water laten liggen om hard te worden. Dat het ook niet meer wijkt en niet meer krimpt. En vandaag is het moment daar om ze eruit te halen. Dan worden ze gedroogd en daarna zullen ze worden toegepast in onze eigen monumenten, maar ook op andere plekken. Dan is het gewoon weer hout wat prima te gebruiken is in de bouw. Want deze bomen achter u, die hebben een jaar in het water gelegen? Ja, meer dan een jaar hebben die in het water gelegen. Ja. En wat doet het dan met het hout? Dat zorgt ervoor dat hout daarna niet meer krimpt of wijkt. Als je een boom omzaagt en je gaat er gelijk een bank van maken of een kozijn of whatever, dan gaat dat hout dat gaat alle kanten op. Dus dat werkt niet. Als je dat wil voorkomen, dan moet je dat hout een periode in het water leggen, dan stopt dat. Daarna droog je dit en als je er al een plank van zaagt en je zaagt een rechte plank, dan blijft het ook een rechte plank. U zegt het werkt niet, maar het werkt dan juist wel. Het werkt heel goed, maar het werkt niet meer. Nee, dat klopt. Dat zeg je precies goed, ja. Want het gaat nog bewegen. Als je het normale boom velt en je zou hem laten drogen, dan... Nee, dat klopt. Wij hebben een bank staan in kantoor. En die is ook gemaakt van een boom die ongezaagd was. En dat is heel snel na dat zagen gemaakt. Prachtige bank, alleen er is niks meer recht. Alles is krom. Het is net of die boom eigenlijk nog stiekem een stukje doorgroeit. Nou, en dat is met zo'n bank is dat helemaal niet zo'n probleem. Maar het is wel een probleem als je er een kozijn van maakt of een plank van een vloer. Want dan na verloop van tijd wijkt het alle kanten op. Nou, dat moet je niet hebben. En als je dan zo'n boom een jaar in het water hebt laten liggen, ja. Wat gebeurt er dan? Dan is dat een duurzaam stuk hout geworden in de zin van dat hij daarna nog vele jaren gewoon als vloer of als kozijn of hoe ze het vroeger, daar maken ze er schepen van. Je moet je voorstellen dat je een schip maakt van hout wat alle kanten op wijkt. Nou, dan kom je niet verder zee op, want dan loopt u onder water. Nou, dat voorkom je dus door bomen te laten wateren. Ja. Eigenlijk gewoon een hele oude techniek. En jullie hebben voor deze techniek gekozen omdat jullie als parkbeheerder, als Park Keukenhof, toch ook wel een soort historisch besef hebben? Ja, nou ja, kijk, we zitten hier op een historisch landgoed. We hadden hier ook een hijskraan kunnen huren om die bomen eruit te takelen. Maar ja, dat is niet leuk. Hiermee laten we zien van, komen we er zelf ook achter hoe dat ging, hè? Ik bedoel, wij passen hier toch best wel technieken toe en werkwijzen toe die we zelf ook niet kenden. Ik bedoel, wij hebben die bomen in het water gedaan, hebben we al her en der advies ingewonnen, maar niemand kon eigenlijk precies vertellen van hoe doe je dat eigenlijk. Nou, daar kom je dan gaandeweg achter. Daar leer je weer een hoop van. En dat is ook wel weer leuk om dat als een soort van erfgoed in stand te houden. En dan laat je door 2 paarden ophalen? Ja, 2 paarden ophalen. Dat via contact van ons van de Bollenstreekhout, Ted Wiegman. Die kende die club, heeft er meer mee samengewerkt. Paard aan het werk heet dat. Nou, het is natuurlijk gewoon ontzettend gaaf om met grote werkpaarden boomstammen weg te laten slepen. En waar gaat het uiteindelijk heen, het hout? Het gaat voor een deel, wordt het verwerkt in onze eigen monumentale gebouwen op het landgoed hier. Vloerdelen worden daarvan gemaakt. En voor de rest gaat Bollenstreekhout er meubels van maken. Of net kozijnen, hoor ik net zeggen. Sta je ook niet zo bij stil, omdat je dus van oude essen die een jaar in het water gelegen hebt, prima kozijnen ervan kan maken. Dus dat is gaaf. Maar dat is dan vergelijkbaar met gewoon hardhout bijvoorbeeld? Het is hout wat zo goed is dat je er prima kozijnen van kan maken die tientallen jaren meegaan. Ja, precies. Alleen het komt niet uit een heel ver land met de boot of weet ik veel wat. Het komt gewoon van je eigen landgoed af. En je moet even een beetje geduld hebben, je moet even een jaar wachten. Maar daarna heb je ook wat. Ja, kom maar. Goed, zo jongens. Braaf. Ja.